Iedereen die in het huis van het kind zal komen werken, was uitgenodigd om met elkaar kennis te maken. Vandaag is inderdaad de bedoeling van, laat ons aan elkaar een beetje kennis maken, want hier en op het gelijkvloers gaan we het einde van het jaar samen werken aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren, het huis van het kind. Daarom zijn we ook heel blij dat de minister vandaag aanwezig is om dit toch wel mee te maken. Ik ben bijzonder blij dat het idee wat door u ooit gelanceerd is als Huizen van het Kind vandaag ook in onze stad platform krijgt. Sommigen onder u weten nog dat ik op een bepaald moment een toespraak heb gegeven rond het thema It takes a whole city to raise a child. Oftewel, je hebt een hele stad nodig om een kind op te voeden, om een kind groot te brengen. En als papa van twee kinderen die nooit thuis is, besef ik maar al te goed dat het heel belangrijk is dat we een heel warm en goed netwerk hebben om onze uitdagingen die we in onze stad hebben ook effectief op te vangen. Ik ben ook bijzonder verheugd dat we de stap hebben gezet vandaag hier op de jaarbeurslaan. En dat is een moeilijke beslissing geweest, ook naar locatie, want u ziet dat hier nog wat moet gebeuren. Dat is ook een zware investering van ons als stad Genk om dat te doen. Maar we geloven ook dat dat die investering waard is. Want kinderen en ook uw werk is die investering waard om daarvoor te gaan. En het is de ambitie van de schepen, samen met Paul en Hilden en zoveel anderen, om inderdaad er nog twee andere ook te openen de komende tijd. Het zal niet voor morgen zijn, maar toch wel de komende maanden daar verdere stappen in te zetten. Omdat zo dat netwerk in heel Genk eigenlijk een warme thuis krijgt. Als aan ministers gevraagd wordt op het einde van de legislatuur, maak eens een shortlist van de dingen die u belangrijk vindt in de realisaties van het voorbije jaar, dan maak ik die lijst en ik zet daar de Huizen van het Kind altijd van voor. En ik moet altijd vaststellen dat de journalist zegt, ja maar dat is niet concreet genoeg, dat is niet sexy genoeg voor de communicatie, persoonsvormige financiering voor de personen met een handicap of de kinderopvang, dat spreekt meer tot de verbeelding of kunnen wij meer in de pers ook iets mee doen, een verhaal van maken. Nochtans is het decreet op de preventieve gezinsondersteuning natuurlijk een van de belangrijkste decreten geweest uit deze legislatuur. En dat is absoluut niet mijn verdienste, want dat is een decreet dat een hoogtepunt is geweest in een hele lange voorbereiding. En het is niet overdreven te zeggen dat als opvoedingsondersteuning vandaag een poot is van het Vlaamse gezinsbeleid, dan is dat omwille van de manier waarop dat in Genk daarmee gepionierd is en eigenlijk de concepten zijn ontwikkeld. Ik hoop dat dit huis heel wat ouders op belangrijke momenten in het opvoeden van hun kinderen echt wel die goede steun kan geven. Bedankt. We gaan ook zo dadelijk de naam bekendmaken van de Genkse Huizen van het Kind. We hebben daar een jury voor geïnstalleerd, een vrij uitgebreide jury. We hebben in de week de knoop doorgehakt. De nieuwe naam werd gekozen door Ruben Donné, een Genkenaar die de wedstrijd georganiseerd door Stad Genk gewonnen had. Uiteindelijk werd de voorgestelde naam Campus O3. Ruben Donné liet zich vervangen door zijn vader om de prijs in ontvangst te nemen. Na het officiële gedeelte werd er genetwerkt. Op die manier konden toekomstige collega's met elkaar kennis maken.